YouTubers en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag maken we weer eens een top 10. Met vandaag de top 10 verwijderde attracties van België. Hoeveel achtbanen staan er in België? Een dertigtal, maar er zijn natuurlijk ook een aantal achtbanen verdwenen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Dus we starten direct op nummer 10. Op nummer 10 staat de Kuiverbaan. De Kuiverbaan van Walibi België. Deze achtbaan hoort niet helemaal in deze lijst thuis, want zoals bekend wordt de heropening in 2021 gepland, normaal gezien. Maar ja, langs de andere kant is hij wel weggegaan. De Kuiverbaan was trouwens een achtbaan van Zierer, een type Tivoli Small. Een hele kleine kuiverbaan met een topsnelheid van maar 25 per uur, een baanlengte van 60 meter en een hoogte van 3 meter. En zoals ik dus zei, binnen een jaar wordt de baan normaal heropend op de plaats waar het reuzenrad stond. Dus daar bij de Weerwolf. Verder was deze niet de enige kuiverbaan die verwijderd was. Want ook in Plopsaland stond er vroeger een kuiverbaan. Of beter gezegd in Meliepark. Zoals bekend staat daar tegenwoordig de Victor's Race. Een Zierer dubbele 8-achtbaan. Dus je zou denken, ja, die staat er nog altijd. Ja, dat klopt misschien helemaal, niet helemaal, maar... De achtbaan werd geopend in 1976 als de allereerste achtbaan van België, dus dat is wel een chic record. Geopend door Meliepark en was toen de tijd gewoon kuiverbaan. In 2000, toen Plopsaland werd geopend, werd hij gerestyled naar Wizzy en Woppy en werd de naam Dongo's Race. Dat ging door tot 2012 en daarna kwam Victor's Race. Maar, naar het schijnt om Victor's Race te bouwen, hebben ze dus een hele retrack gegeven. Dus de oude rode baan is vervangen. Dus vandaar dat hij in deze lijst staat van verdwenen achtbanen. Als ik me vergis, dan moet het laten weten, want ik twijfel zelf nog heel veel over het feit, is hij nu vervangen de baan? Of is hij gewoon overschilderd? Dat is iets wat ik me blijf afvragen, maar van zover ik denk, is hij vervangen. En zo mensen gaan we door naar nummer 9. En dan gaan we naar Bobbejaanland. En Bobbejaanland gaan we deze lijst nog een paar keer tegenkomen. Want daar stond vroeger de achtbaan Alpenblitz. Een model Alpenblitz nummer 2 van de bouwer Schwarzkopf. Het was dus eigenlijk een soort powered coaster, want hij werd aangedreven met een motor. Deze achtbaan werd gebouwd in 1979, dus lang geleden. En hij werd dus 2 jaar later al verwijderd uit het park. De baanlengte was niet lang, dat is zo'n 210 meter. Het was zo'n Alpenblitz 2 die je wel vaker hebt gezien, maar veel parken hebben zo'n ding weggehaald. Maar het ziet er wel... Het zag er wel leuke achtbaantjes uit, ja. Van Schwarzkopf natuurlijk, dat is gewoon topkwaliteit. Maar ondanks de baan maar 210 meter was en maar 5 meter hoog, kon het wel een snelheid behalen van maximaal 72 km per uur, dus dat is heel wat voor zo'n achtbaan. De reden trouwens dat hij weg was, dat was niet omdat hij kapot was ofzo, het was gewoon omdat hij op een motor draaide. En de hele trickverbruik was te hoog, dus... Ja, het was te duur voor het park, dus daarom hebben ze dus moeten beslissen om de achtbaan te verwijderen. En zo gaan we door naar nummer 8, mensen. Dan gaan we terug naar Plopsaland, want daar stond al die jaren de Vleermuis. Deze achtbaan hebben ze dus moeten wegdoen, omdat de capaciteit van de achtbaan dus op een bepaald moment veel te laag lag en Plopsaland veel te veel mensen per jaar verwelkomde. Dus dat is de reden dat de Vleermuis dus is afgebroken en verkocht is. Maar de Vleermuis was een type bad flyer. Eigenlijk helemaal niet zo'n populaire achtbaan. Je vindt ze helemaal, je kan nergens. Het was verder ook een dualerende achtbaan, dus het was een dubbele. Een van de enigste eigenlijk, want een dat bijvoorbeeld nog een dubbele had moeten zijn, dat was de bad flyer van Downhill. Maar ja. We weten hoe dat ermee is afgelopen. Die hebben ze nooit aan de praat gekregen.
En deze heeft er wel al die jaren gewoon goed bij gestaan, maar zoals ik zei, capaciteiten laag. Dus in 2018 hebben ze de achtbaan moeten verwijderen. En ze hebben hem verkocht. De baan werd trouwens verkocht aan Trans Studio Bali. Dat is een pretpark buiten Europa. In de buurt van Jakarta in Indonesië. Dus daar staat hij de dag van vandaag nog. Er is verder ook niet zoveel informatie over dat soort banen. Het enige wat je daarover weet is dat hij gebouwd is door Caripro, een type bad flyer is. Hij is in 2000 is hij in het park gebouwd. De baanhoogte was 11 meter. Het was niet zo heel bijzonder. Het enige bijzondere was dat het een dubbele was. Maar eigenlijk een race effect hadden niet, want de baan rijdt gewoon in een 8. En daardoor had hem dus een baanlengte van 170 meter, twee keren. En een topsnelheid van 34 per uur. Ik vind het wel spijtig dat hij weg is. Het was zeker wel een leuke achtbaan. En niet zo'n, geen extreem, absoluut niet. Maar ik kon er wel altijd van genieten, van zo'n korte baan. En zo gaan we door naar nummer 7. En dan gaan we terug naar Bobbejaanland. Want daar stond vroeger achtbaan. Achtbaan was de naam van de achtbaan en was een type wilde muisachtbaan. Niet zo'n wilde muisachtbaan die dat we tegenwoordig kennen, maar het was een model Wildcat Small van de bouwer Anton Schwarzkopf. En deze achtbaan is dus verwijderd na een brand. De baan werd gebouwd in 1976 en in 1982 is hij dus verdwenen, afgebrand. De baanlengte was 420 meter en de baanhoogte was 10 meter. En de topsnelheid was niet bekend, maar ik verwacht niet dat die al te hoog zou liggen. Verder is er natuurlijk nog een andere wilde muis in België verdwenen. En daarvoor blijven we in Bobbejaanland. Want daar staat zoals bekend de Speedy Bob. Maar wisten dat daar vroeger twee banen stonden van de Speedy Bob? Het spiegelbeeld van degene die er nu staat. Dus één is er weg, die is naar Madrid vertrokken. En tegenwoordig staat er dus maar één, maar vroeger waren er dus twee. Dat was dus exact dezelfde achtbaan, ook dezelfde lengte, dezelfde hoogte, dezelfde snelheid en alles. Een mak wilde muis. Ja. En tegenwoordig is het dus een enkele geworden. Speedy Bob rijdt er tegenwoordig dus maar met één baan niet meer. En dan mensen gaan we naar nummer 6, want daarvoor gaan we naar Walibi. Want daar stond vroeger de Grand 8. Een heel onbekende achtbaan, want er is eigenlijk helemaal niks over te vinden. Geen beeldmateriaal, geen foto's, helemaal niks. Het enige wat er over te vinden is zijn achtbanen die erop trekken, dus van hetzelfde type zijn. Over dat type gesproken, het was een type Zycon. Z47, van de bouwer Pimfari. Ja, dit is een soort oude kermisachtbaan. Je kunt er wel iets over vinden op internet, maar de Grand 8 zelf, daar is helemaal niks over te vinden. Hij werd gebouwd in 1975 in Walibi en werd gesloten in 1983. Daarna is hij verhuisd naar Walibi Roan in 1990. Maar ook later is hij in Walibi Roan verwijderd. Walibi Roan heette trouwens nog Avenirland toen de baan daar werd gebouwd. Toen was het nog niet van Walibi. En zo gaan we naar nummer 5 mensen. En dan gaan we terug naar Bobbejaanland, want daar stond vroeger de Wervelwind. Dus een achtbaan die twee kurkentrekkers heeft. Met veel achtbanen is het te vergelijken, maar een exacte kopie staat nog in Fort Fun en daar heet hij de Speed Snake. Verder is hij ook nog te vergelijken met de Python bijvoorbeeld, de Tornado in Hellendoorn en de Tornado die Walibi heeft gehad. Dus het was een Vekoma achtbaan met een topsnelheid van 60 per uur, 350 meter lang was die en bijna 20 meter hoog. Hij stond in het park daar ergens in de buurt waar de Sledgehammer nu staat, daar ongeveer stond hij ergens. En ik had het juist over de Tornado in Walibi en die staat op nummer 4. De Tornado in Walibi, België. Ook een Vekoma achtbaan met een aantal inversies. Geopend in 1979 en in 2002 hebben ze de achtbaan helaas afgebroken. Het is wel spijtig dat ze al die achtbanen verwijderen, want ook al zijn ze oud, ik als pretparkfan kan nog echt genieten van oude dingen, want ik hou er nog echt van. Als ze nog goed rijden en goed kunnen trekken in die inversies, dan hou ik er gewoon van. Ik hou er absoluut niet van dat pretparken attracties afbreken. Ja, dat keurig is helemaal niet goed, maar als je geen keuze hebt, ja, dan is het niet anders.
En op nummer 3, mensen, krijgen we de volgende achtbaan. En dat is de mislukte achtbaan van België geweest. Vertigo in Walibi, België. De Tornado is dus weggegaan om Vertigo te kunnen bouwen, maar dat is dus niet helemaal goed gegaan. Vertigo was een heel apart ding, een model mountain glider van de bouwer Topo Meyer Garaventa. Eigenlijk geen achtbaanbouwer. Die bouwer staat vooral bekend om het bouwen van liften en roltrappen en al dat soort dingen. En ze hebben dus ook geprobeerd van een achtbaan te bouwen, de mountain glider. De mountain glider was eigenlijk een beetje een kruising tussen een kabelbaan en een achtbaan. Ik vind het zelf ook een beetje te vergelijken met de Batflyers. Daar was de Vertigo dus al de eerste van en ook de laatste, want het is dus helemaal fout gegaan met Vertigo. Dus de bouwer Doppelmayr Garaventa is dus niet verder gegaan met een nieuwe poging om nog een mountain glider ergens anders te bouwen. Heel spijtig, want het was zeker een leuke toevoeging voor het park. Ze zijn er wel in geslaagd om de attractie te openen, maar hij was niet 100% betrouwbaar. Dus een jaar later is hij dus eigenlijk gewoon terug afgebroken. De topsnelheid lag bij 60 per uur. 722 meter was die en de hoogte was 55 meter. En trouwens, die hoogte dat was nog een Benelux record, want daarmee was die de hoogste achtbaan van de Benelux. 1 jaar hebben ze dat volgehouden en ja, voor de rest is zoals bekend Goliath altijd de hoogste geweest. Maar Goliath is dus voor 1 jaar van de troon gestoomd. Maar jammer, Vertigo is dus niks geworden. En dan, mensen, gaan we naar nummer 2 en dan blijven we nog even in Walibi, want daar stond ook nog de Jumbo Jet. Ja, waarom op nummer 2? Ik vind het echt heel jammer dat ze die hebben weggedaan. Het zag er zeker echt een leuke achtbaan uit. Ik ben een fan van Schwarzkopf, ook al heb ik nog alleen maar de Psyche Underground gedaan als Schwarzkopf achtbaan, maar die baan heeft heel veel indruk op mij gemaakt, dus dan weet ik zeker dat alle Schwarzkopf banen gewoon top zijn. De Schwarzkopf heeft dus ook de Jumbo Jet geleverd aan Walibi België. Het was een type Jumbo Jet 3, dus dat was eigenlijk de grootste van de drie, want er waren 3 soorten Jumbo Jets. Een Jumbo Jet 2 heeft bijvoorbeeld in Drievliet gestaan en is daarna verhuisd naar Nigloland en dat was toch een klein beetje een kleiner type, maar de Jumbo Jet 3, dus die van Walibi, dat was de grootste van allemaal. En je gaat dus in een spiraal naar boven en raken vol naar beneden. En het speciale eraan was dat er geen beugels in zaten. Dus dat er helemaal los in. De opening is al in 1978 gebeurd. En in 1991 heeft Walibi België dus de attractie verwijderd. En tegenwoordig staat daar Buzzau, de topspin. Ja, dat zegt al genoeg. Ik vind het helemaal niet oké dat ze die attractie in de plaats hebben gebouwd van de Jumbo Jet. In 2005 hebben ze de Jumbo Jet dus opnieuw opgebouwd in Amigoland. En Amigoland, dat is een soort kermispretpark. Het is eigenlijk een kermis die daar het ganse jaar door staat. Zo kun je het vergelijken. Dus daar staat het tot de dag van vandaag nog steeds. Dus echt, als het zou kunnen, zou ik echt snel naar Amigoland gaan om de Jumbo Jet te gaan doen. Oftewel moeten ze gewoon weer terugkrabbelen, de Buzzau wegdoen en de Jumbo Jet daar terug neerzetten. Dat zou ook kunnen. Zou ik wel hopen. Dat zou ik echt wel willen, want de Buzzau, die zou ik niet missen. En dan, dames en heren, de nummer 1. Ja, wat zou er op nummer 1 staan? Ja, er schiet er nog maar een over. Hè. Dan gaan we terug naar Bombay Island. De Looping Star van Bombay Island. Ja, waarom op 1? Omdat is dankzij Psyche Underground dat ik echt heel enthousiast ben over die loopings van Schwarzkopf. En de Looping Star die had dus ook exact dezelfde loopings. Echt krachtig en rond. Hè. Ook een Schwarzkopf achtbaan, echt een bekende Schwarzkopf achtbaan, de Looping Star. In 1979 werd de achtbaan toegevoegd. En de baan reed dus met een topsnelheid van 77 per uur over de baan van 592 meter en een hoogte van 25 meter. Ik vind het echt jammer dat ze die hebben weggedaan. Tegenwoordig staat op de plaats van de Looping Star de Typhoon. Er is nog een klein aandenken gebleven aan de Looping Star, want op de plaats waar de looping van de Typhoon nu staat,
exact op die plaats stond vroeger de looping van de Looping Star. En ook Typhoon heeft een ronde krachtige looping, dus nog een heel klein bikje van de Looping Star zie je in de Typhoon terug. De Looping Star is dus in 2003 afgebroken. En waar de Looping Star dan naartoe is gegaan? Ik heb eigenlijk geen idee. Maar wat ik me nog verlang is dat er zo'n achtbaan van Schwarzkopf nog eens een keer terug naar België kan komen. Want België heeft veel Schwarzkopf achtbanen gekend en allemaal zijn ze niet langer meer in het park te vinden. Moesten die eens terugkomen zou ik echt content zijn, want Schwarzkopf is echt, ik ben er echt helemaal fan van. Okay, dit was de top 10 verwijderde achtbanen van België. Ben ik een achtbaan vergeten, dan moet het zeker laten weten. Maar voor nu, dit was de video. Een like en abonneer. Ciao.